Bol en super leuk dat jij kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Het is misschien een beetje vroeg, omdat sommigen van jullie nog niet eens vakantie hebben en sommigen van jullie net vakantie. Maar ik heb vandaag voor jullie een soort van back to school video. Ik heb hier namelijk een doos met allerlei back to school spullen en het zijn ook heel veel lifestyle spullen. Maar ze zijn zeker weten heel erg belangrijk voor het nieuwe schooljaar. En ook zitten er een paar producten in die jouw schooljaar veel leuker, comfortabeler en gezelliger gaan maken. Dus kijk maar even mee. Voordat we gaan beginnen wil ik jullie eerst nog even vragen om een duimpje omhoog te doen. Hier beneden te abonneren op mijn kanaal. En let's get started! We hebben allemaal bijna of we hebben al vakantie. En dat is natuurlijk super chill. Het is lekker weer. We kunnen lekker relaxen. Lekker met vrienden en vriendinnen appen. En wat wij heel erg veel gebruiken zijn emojis. Emojis gebruik je op heel veel verschillende social media platformen, maar onder andere heel erg veel op WhatsApp. Tenminste, ik gebruik heel erg veel emojis. Ik vind emojis heel erg leuk omdat je je berichten er wat vrolijker mee kan maken en het is gewoon wat gezelliger. Maar ook kun je er heel goed mee laten zien hoe je je voelt, want wanneer je niet helemaal fit voelt of je voelt je een beetje sip, kan je wat super emojis sturen. Maar wanneer je bijvoorbeeld heel erg vrolijk bent of je vindt iets wat je vriend of vriendin stuurt heel grappig, kan je een lach-emoji sturen. Dus dat is super leuk. Daarom besloot ik dit jaar om mijn back-to-school spullen van school een beetje aan te passen op de emoji-stijl. Omdat ik dat super leuk vind en ik er heel erg vrolijk van word. Zodat het heel veel verschillende kleuren zijn. Het allerleukste is dat de Action dit jaar met een heel groot emoji-assortiment komt. En het zijn niet alleen back-to-school spullen en leuke lifestyle spullen, maar ook heel veel gave zomerartikelen. Deze heb ik in een andere video laten zien. Wil je die video zien, dan moet je even het linkje in de beschrijving checken. Maar vandaag ga ik jullie een hele grote doos laten zien met daarin allemaal lifestyle en back-to-school spullen. En het leuke hieraan is, het komt dus van de Action. Dus het is ook niet extreem duur, dus iedereen kan het kopen. Ik ben heel erg benieuwd en ik heb heel veel zin erin om dit allemaal aan jullie te laten zien. Dus laten we heel snel gaan beginnen met uitpakken. Ik heb heel veel leuke emoji back to school spullen. Maar ik heb ook heel veel leuke dingen die mijn schooljaar wat comfortabeler gaan maken. Wat gezelliger en wat vrolijker. Want dat vind ik ook heel erg belangrijk. Ik heb als eerste een heel erg leuk kussentje. En ik vind deze heel erg leuk dat het dus een emoji is. En hij is helemaal roze en ik hou super veel van roze. Dus dan is dit echt perfect voor je schooljaar. Je kan het kussentje natuurlijk mee naar school nemen en dan kan je gaan slapen in je les. Maar dat zou ik je niet aanraden, want dan krijg je natuurlijk weer problemen. Maar je kan het natuurlijk wel heel erg leuk op je bank neerleggen thuis of op je bed. En als je dan thuis komt, kan je even lekker uitrusten voordat je al dat huiswerk weer moet maken. Dan heb ik twee pakjes met daarin emoji sticky notes. En ik heb als eerst deze en dit zijn wat boze emojis, behalve dan de laatste, die is best wel blij. En ik heb hier een sweaty emoji, een bus en een aapje. En ik ga ze even uit de verpakking halen. Ik heb ze even uit de verpakkingen gehaald. En het zijn dus heel veel leuke sticky notes. Kijk, ze zijn super dik. Dus ik heb heel veel sticky notes om te gebruiken aankomend schooljaar. En het allerhandigste aan sticky notes is, het zegt het al in de naam, sticky notes. Er zit een plaklaagje aan. En dat houdt in dat je ze zo overal kan ophangen. Wat ik ook best wel vaak doe. Want stel ik moet bijvoorbeeld heel veel formules onthouden voor wiskunde. Dan hang ik overal in mijn kamer, gewoon op plekken waar ik dagelijks langs loop. Briefjes neer maar daar op de formules. En dan zie je dat elke keer onbewust toch wel. En dat slaat steeds beter op in je hoofd. Dus dat heb ik hier bijvoorbeeld ook gedaan. Het is een muur die in mijn kamer zit. En die loop ik per dag echt wel 20 keer langs. En altijd als ik daar dan langs loop, dan zie ik weer de formules. En dan leer je het automatisch toch, zonder dat je het door hebt. Dan heb ik een heel gaaf stickervel gekocht. En hierop staan allemaal emojis. En het zijn echt heel veel emoji stickers. Kijk maar even. Allemaal verschillende velletjes. Dus allemaal verschillende soorten emojis. En zie hoe leuk dit eruit ziet, jongens. Oh my god. Je hebt er super veel. Kijk, dit zijn wat vierkantere. Je hebt ook deze. En ook nog deze. Deze vind ik zelf ook heel erg leuk. En het leukste hiervan is dus, deze kan je heel erg makkelijk en handig en heel erg vrolijk wordt het hiervan. Op bijvoorbeeld je saaie schoolschrift plakken. Op je boekenkaft. Op je map. En je kan hiermee gewoon heel leuk je schoolspullen pimpen. Ik heb alvast even een paar schoolspullen van mij gepimpt. Ik heb als eerste mijn map gepimpt. En dit is een map waarin ik altijd al mijn papieren doe, zodat ik niks kwijtraak. En hier heb ik even wat leuke stickertjes op gedaan. En dan is het gewoon al veel vrolijker, anders is het super saai. Dan heb ik hier mijn wiskundeschrift en mijn Nederlands schrift. En hier heb ik ook wat stickertjes op gedaan. En het geeft gewoon een heel erg leuk en vrolijk effect, want deze is natuurlijk roze en hier heb ik wat van die vierkante en ronde stickertjes op gedaan. En hier heb ik allerlei leuke kleine emoji stickers op gedaan.
Kortom, dit is heel erg leuk. En zo ga ik echt al mijn schoolspullen decoreren. Dan komen we nu aan bij de lifestyle producten. En het zijn lifestyle producten. Maar ook kunnen ze jou zeker weten helpen om onderweg naar school het toch wat vrolijker te maken. En er een leuke emoji draai aan te geven. Dan ben ik nu aangekomen bij de bike streamer. En voor de mensen die in love zijn met unicorns. Ik ook, ik vind dat super cute. Dan heb ik hier iets heel erg leuks. Het is namelijk een bike streamer. En voor de mensen die een bike streamer niet kennen, ik ga het je even laten zien. Dit zijn bike streamers. En het zijn een soort van, ja, confetti-achtige dingetjes. Ik weet niet precies hoe dit heet. Maar het doet maat een beetje denken aan het cheerleading. Maar je kan het dus heel erg leuk in je fiets doen. En heb het over je handvaat. Want in je handvaat zit zo'n gaatje. En dan kan je dit dan zo induwen. En dan heb je dit dus heel erg leuk aan je fiets. Kijk hoe cute. En dan zit dit er ook aan. Heel leuk. En als het dan gaat waaien, gaat het een beetje zo heen en weer. Ik ga het zo meteen even vastmaken op mijn fiets, want I love it! Om mijn fiets een beetje in de emoji-sfeer te houden, heb ik ook nog een hele leuke emoji-bel. En hier staat een soort van, ja, katje op. Een kat-emoji is dit. Ik ken deze niet specifiek. Nou, ik heb hem wel eens gezien. Maar ik gebruik hem zelf niet heel erg vaak. Maar ik vind hem wel heel erg leuk. Want het is natuurlijk ook weer roze. En deze kan ik ook vastmaken op mijn fiets. En dan heb ik ook een hele leuke en vrolijke bel op mijn fiets. Fiets hoort een sleutel. En bij een sleutel horen leuke sleutelhangers. En dat is wat ik hier heb. Hele leuke sleutelhangers. Ik heb als eerst deze. En deze heeft een brilletje op. En dat is heel erg stoer. Maar ook heel erg vrolijk. Dus deze kan zeker weten aan mijn fietssleutel. Dan heb ik twee lekkere zachte sleutelhangers. En deze zijn ook heel erg lekker zacht en cozy. En ik hou hiervan. Want het is lekker zacht. Echt heel leuk. Dan hebben we als eerste een knipoog emoji. Dus die doet zo. Ik kan dat niet zo goed. Maar deze kan het beter. Dus heel erg leuk. En we hebben de draw emoji. En deze kennen jullie allemaal. Ik vind het zo'n leuke emoji. Ik gebruik deze echt vaak. Dus deze twee. En deze ga ik nu even aan mijn fietssleutel maken. Dan heb ik tot slot een air refresher. En dit is voor in de auto. En dit is een soort van kaartje wat je kan ophangen in je auto. En dan gaat de auto lekker ruiken. Dus dan wanneer je in de auto komt, heb je bijvoorbeeld een leuke outfit aan. Of je hebt net parfum opgespoten. No worries dat je niet lekker gaat ruiken. Want door deze luchtverfrisser dan in de auto, ruikt het sowieso lekker. Dus is het geen storende geur. En zorgt er ook niet voor dat je kleren vies gaan ruiken of iets dergelijks. Want je hebt dus een hele lekkere luchtverfrisser in de auto. Het allerleukste aan deze luchtverfrisser is dat hij een hele mooie emoji erop heeft. En ik vind deze emoji vooral heel erg leuk. Omdat hij natuurlijk een koptelefoon op heeft. En ik vind een koptelefoon wel passen bij de auto. Want je kan natuurlijk in de auto lekker relaxen en een filmpje kijken. Maar ook kan je in de auto natuurlijk hele leuke muziek luisteren met z'n allen. Dus ik vind deze heel erg leuk. En ik ga zeker weten even aan mijn ouders vragen of ik hem in de auto mag hangen. Ik hoop het echt. Want het is echt een leuke finishing touch aan de auto. Dan was dit alweer de video. En vond je het leuk? Wil zeker weten even een duimpje omhoog. Ik mocht in een van mijn andere video's een heel groot emoji pakket weggeven. Met daarin allerlei leuke summer emoji producten van de Action. Dus ben je benieuwd? Klik dan nu op het i'tje hier ergens bovenin. En bekijk even deze video. Ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. Vergeet je onder niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doei doei!